Welkom bij aflevering 10 van het elfde van het jaar van Voetbal International. We zijn beland bij de tweede aanvaller, de spitspositie. En dat ga ik natuurlijk bespreken met Jarno Verwij, Bas van Hoven en Suleyman Öztürk. Zullen we gelijk de genomineerden erbij halen? Er kan maar één zijn. Spannend hoor. Sule kiest voor Haaland, Bas kiest voor Haaland en Jarno kiest ook voor Erling Haaland van Manchester City. Ja, wat een ongelooflijk bizar. Is er überhaupt een woord voor wat voor jaar hij heeft gehad, Bas? Ja, het is een soort stripfiguur die door de Premier League wereld wandelt alsof het niets voorstelt. Het is ongelooflijk. En ja, om eerlijk te zijn, ik geniet er echt van. Maar ook omdat het is een soort filmster. Het is eigenlijk boven natuurlijk. Als je hem ziet bewegen, als je hem ziet reageren. Laatst tegen Tottenham. Ja, dat was natuurlijk waanzinnige pech toen hij die dieptepaas op Grealish gaf. Dat de scheidsrechter eerst voordeel gaf. Ja. Maar ja, geweldige foto's, geweldige momenten. En de voetbalwereld heeft dit soort blikvangers nodig. Suli, Erling Haaland, wat is het eerste wat bij je opkomt? Dat het ook maar een mens is. En dat vind ik eigenlijk wel goed om te zien. Want je denkt op een gegeven moment, als hij bij City binnenkomt, van is hij wel menselijk? Want hij maakt wel heel veel goals, weet je wel. En het gaat wel heel makkelijk. Die overgang van Dortmund naar City, treble winnen, direct, zo belangrijk zijn. Maar dan zie je ook dat als City wat minder draait en hij wat minder aan bod komt, minder ballen krijgt, dat hij ook afhankelijk is van de ballen die hij krijgt. Maar zijn data, zijn statistieken zijn echt ongelooflijk. 1-op-1 loopt hij, in de nationale ploeg ook. Maar in de Champions League ook de records die hij vestigt. Ik bedoel, dan zie je allerlei namen staan. En, er is voetbalgeschiedenis geschreven, hè, de afgelopen 100 jaar. Ik bedoel, er zijn allerlei spitsen die records hebben gebroken. En het zijn allemaal lijstjes met voetballers. En dan denk je, goh, Van Nistelrooy, wel knap dat je in zo weinig wedstrijden zoveel goals hebt gemaakt in de Premier League. En dan bam, Haaland komt op 1 binnen. Maar niet een beetje op 1 binnen, niet met 2 wedstrijden verschil. Nee, bam, 14 wedstrijden verschil. En dat in de Champions League ook. Allerlei records gebroken door grootheden, door Messi en Ronaldo. Dan denk je van, dat wordt nooit meer verbroken, dachten we een paar jaar geleden. En dan komt de ene Erling Haaland uit Brienne. En ja, die vestigt dan de ene naar de andere Champions League record. Dat vind ik het bijzondere aan hem, dat hij daar zo consistent al die records aan het pakken is. En hij is nog steeds zo jong. En ik weet dat wij hier ooit met Ruben een filmpje hebben gemaakt. En die stelde de gekste vragen aan. De choice of Haaland. Nou, maar ook daarvoor nog. Die zei hoeveel goals gaat Haaland maken. Toen zei ik voor de 70 keer 10, zoveel seizoenen. Dan komt hij op 1000 uit. Maar hij ligt op ongeveer het schema van de 1000 op zijn 35ste. Als je gaat doorrekenen naar hoeveel goals hij gemaakt heeft. Ja, dat is natuurlijk wel krankzinnig. Ik zie jou geïntegreerd kijken. Nou ja, wij hebben het gehad. Weet je, ik vind de manier waarop hij zijn doelpunten maakt. En ook de achterliggende data vind ik super interessant. Want hij maakt bijna meer doelpunten dan dat hij balcontact heeft. We hebben op een gegeven moment een uitzending gehad. Dat hij, geloof ik, had hij 12 keer de bal geraakt en hij maakte 3 doelpunten. Dat gaat helemaal nergens over. En ik ben wel eens benieuwd of hij een wedstrijd gaat spelen waarbij het aantal balcontact, laat maar zeggen, gelijk gaat staan aan het aantal doelpunten. Ik kan geen speler bedenken die dat voor elkaar zou krijgen. Omdat Jude Bellingham. Maar Bellingham wil die bal wel graag hebben. Ja, maar Jude Bellingham zou je kunnen vertellen. Jij bent vandaag Erling Haaland. Dat is knap van Bellingham. Jij bent vandaag Erling Haaland. En dan zegt Bellingham, oké, trainer. En dan is hij Erling Haaland. Maar Erling Haaland, die heeft, als je gaat bekijken, die heeft ongeveer gemiddeld genomen balcontact of 18, 19 per goal nodig. En dan, als je dat gaat doorvertalen naar bijvoorbeeld Robby, dan ga je schrikken van hoeveel balcontacten. Maar die ontwikkelt zich goed. Waarom kom ik op Robby? Oh, maar Erling Haaland. kleine stap. Nee, bijvoorbeeld zou ik ook wel graag over Quinten Timmer willen hebben. Maar goed. We hebben het over Erling Haaland. Nummer 9, veel goals. Ik vind het spannend om naar Erling Haaland te kijken als hij er 3 of 4 gemaakt heeft. En dan de honger die hij heeft. Wat Ronaldo ook altijd had. Weet je, in die Spaanse wedstrijd La Liga, dat de Real Madrid stond met 5-2 voor tegen Almeria bijvoorbeeld. Of 5-2 tegen Celta de Vigo. En daar was eigenlijk niemand meer bezig met die wedstrijd. Want we moeten over 2 dagen of 3 dagen weer spelen. Ja, dat toch ook. En dan zag je Ronaldo heel vervelend kijken naar Kroos. Waarom hou je die bal terug? Je had hem aan mij kunnen geven. En Erling Haaland heeft dat ook. Dat hij graag Bernardo Silva de bal had. Je weet nog, eerst van het seizoen. De ruzie tussen Erling Haaland en Pep Guardiola. Omdat hij had er 2 gemaakt in de eerste wedstrijd. En hij wilde in de eerste helft zijn hat-trick voltooien. En dat Pep Guardiola boos op hem wordt. Op het veld, bij Burnley uit. Ja. Burnley uit, eerste wedstrijd van het seizoen. En dat vind ik zo mooi aan Erling Haaland. Die denkt dus non-stop aan doelpunten. Het eerste wat hij doet, als hij opstaat en die vrouw van hem ziet liggen, is niet aan die vrouw denken en zeggen, oh, hallo, is het? Nee, die denkt, oh, vandaag kan ik weer wat doelpunten gaan maken. Heerlijk. Dat is zo uniek. En alleen dat al. Die gedachte, daarmee opstaan, dan moet jij eens proberen.
ik ga vandaag weer lekker een feestje zetten, zeg maar opnemen. Mm, heerlijk. Heb ik dan de 11 van de week? Ja, 11 van de week dan. Dan kom ik extra vroeg naar kantoor. Ja, oké. Dan ga ik me voorbereiden. En dan sta ik echt te popelen en dan denk jij, ja. En je ziet het ook in zijn manier van bewegen. Hij staat zo afgesteld op goals. Ik vind het eigenlijk ook leuk om hem te zien zonder bal. Als bijvoorbeeld die bal een beetje links is bij Manchester City. En op een gegeven moment wordt er versneld en Doku wordt ingespeeld en die belandt in 1-1. Dan zie je Haaland met reuze passen richting het 16 meter gebied gaan. Dat is wel atypisch voor topspelers, want die bewegen altijd naar de bal toe en hij doet juist het tegenover. Ja, en er is niemand die zo gretig dan naar het 16 meter gebied gaat. Ja, het is niet stoppen. Ja. Grote passen, veel bewegingen. Hij heeft natuurlijk ook heel veel goals die hij maakt. Haaland, dat hij in het 5 meter gebied het laatste tikje geeft. Wat die bal bijvoorbeeld via de paal, binnenkant paal terugstuit. En dan staat hij op die plek. Maar je kan natuurlijk, je weet, oké, die speler, je kent de speler. Dus je gaat buiten om en gaat op doel schieten. De bal zou dan daar in die hoek kunnen komen. De keeper kan hem redden. Hij denkt dus vooruit op een andere manier dan de meeste spelers. De meeste spelers denken vooruit. Oh, ik kan die paas eventueel ontvangen of kan die bal veroveren. Maar je kan ook vooruit denken zonder bal. Waar gaat die bal eventueel vallen? En dat, goede spitsen, Inzaghi had het bijvoorbeeld ook. Die weten waar die bal gaat vallen. Je denkt, hij valt weer voor zijn voet. Hoe kan dat nou? Wat heeft hij een geluk? Maar dat is dus zijn grote kwaliteit. Dat hij dat ongelooflijk, het is een soort zesde zintuig voor dat aspect in het spel. Plus, die hamer in zijn linkerbeen als hij de kans krijgt. Je moet hem geen ruimte geven. En voor de spitsen, ik vind het ook leuk om spitsen of verdedigers te horen praten over het verdedigen van Erling Haaland. Want dat is wel een fysieke sensatie. Het is wel een soort van. Ja, met Van Hekken over gesproken. Ja, Van Hekken, maar dat is dan een wat. Maar je hebt ook topverdedigers. Zoals Virgil van Dijk is ook. Haaland is ook wel een uitdaging. Alsof je de Python in moet. Ja. Met Python is dat dan in de achtbaan toch? Efteling. Ja. In de Efteling dat je naar beneden gaat zo stijl. Dat is wel tegen Haaland voetballen. De Python in. Het is toch wel. Ja, je gaat toch met buikpijn of met vlinders in je buik. Ja. Het is een beetje spannend. Oh, gaat het wel goed? Ga ik uit de bocht vliegen? Want Erling Haaland gaat je pijn doen. Loopings. Loopings erbij. Je hebt er ook foto's van. Bijvoorbeeld volgens mij tegen de Champions League wedstrijd tegen Dortmund. Dat hij op een gegeven moment komt een voorzet. En Hummels zit gewoon met zijn hoofd hier. En hier zit de voet van Haaland. Dat je, fysiek kan het eigenlijk helemaal niet. Ja. Ja, dat ik kan me herinneren. Ongeveer 2 jaar geleden heb jij tegen mij gezegd in een uitzending. Erling Haaland moet zichzelf nog uitvinden. Hij komt er nu pas achter wat hij allemaal kan. Ja. Dat hij kan koppen. Hè. Toen maakte hij inderdaad die krankzinnige omhaal. Ja, ook ja. Dat ook wel, ja. Dat hebben we ook nog gezien, ja. Zie jij dat nog steeds? Ja, zie je nog steeds nieuwe dingen? Ja, je ziet dat hij. En hij heeft natuurlijk met Pep Guardiola te maken. En dat is een soort hersenprogrammeur van voetballers. Dus die zit heel erg te draaien aan knopjes en zo. En hij wordt ook dat perfecte wat hij bijvoorbeeld bij Grealish erin heeft gebracht. En wat hij bij Doku probeert. Maar dat is nogal lastig, want Doku is helemaal een ingewikkeld apparaat. Maar wat hij bij Rodri heeft voor elkaar gekregen. Bij Bernardo Silva, bij Riyad Mahrez. Wat die heeft voetballers hij veranderd aan Haaland, Sully? Nou, of wat heeft hij toegevoegd? Haaland heeft bijvoorbeeld een periode gehad. Haaland heeft horen gekregen, jij moet meer meevoetballen. Want dat moet bij City gebeuren. En je zag hem het eerste half jaar bij City soms helemaal terug naar het middenveld komen, balletje ophalen. Want dan heb ik lekker meegevoetbald. Kijk trainer, ik ben een meevoetballer. En ik denk dat Guardiola op een gegeven moment dat eruit heeft. Dat zie je niet meer, dat zie je bijna niet meer gebeuren. In sommige wedstrijden heeft hij een specifieke opdracht. Dus hij is tactisch veel slimmer geworden. Hij is zonder bal veel slimmer geworden. Maar dat zie je allemaal niet. Omdat je alleen maar op zijn goals let natuurlijk. Dus dat aspect vind ik hem veel beter in geworden. Guardiola heeft van hem een intelligentere speler gemaakt. En hij is al van zichzelf iemand die snel leert. Dat helpt natuurlijk. Dus dat aspect is verbeterd. En hij is nog beter geworden in die ballen binnenkoppen. Bijvoorbeeld bij de tweede paal. Ik bedoel, als je bal naar de tweede paal gaat richting Haaland is het bijna altijd een goal. Hij spaart zijn energie ook meer op voor die momenten nu in die gevarenzone. Ik kan me de laatste toppen met Dortmund tegen Bayern herinneren. Dan loopt hij zich in zijn fanatisme ook een beetje voorbij. Dan loopt hij niet lekker en dan gaat hij inderdaad op middenveld lopen draven. Hij was pas 19. Ja, rare overtredingen. Ja. En nu is hij wel wat volwassener geworden. Ja. Ik zou hem wel eens live in actie willen zien. Dan heb je een mooi bruggetje, hè? Want wij gaan natuurlijk weer een tegoedbon van VI Travel weggeven. Hè? Mocht je naar Manchester City bijvoorbeeld willen, dan kan je die gewoon inzetten. Wat moet je doen? Mailen naar het mailadres wat in beeld is verschenen. En wat moet je in die mail zetten? Waarom jij graag naar een bepaalde voetbalreis wil? En laat het ook gelijk even in de comments weten. Dan maak je extra veel kans. En liken en abonneren op het YouTube-kanaal van Voetbal International natuurlijk. Vooral het laatste. Ja, absoluut ja. Slotvraag. Heeft Haaland een haat-liefdeverhouding met Guardiola? Nee, want als je gezien het wisselen? Nee. Elke topspeler, Messi, had het ook, Ronaldo had dat en Haaland heeft het ook. Die wil elke minuut op veld staan om zoveel mogelijk goals te maken. Maar je ziet dat achter de schermen een enorm
Guardiola is zo groot als trainer, heeft hij zo bewezen dat Haaland die grens net niet overgaat. Maar hij zoekt die grens wel vaak op, want Haaland is natuurlijk wel iemand die zelfbewust is. En Haaland is een grote. En dat weet hij van zichzelf. En dat moet ook, want je moet het zelfvertrouwen hebben om op dat niveau te kunnen presteren. En dat spel is ook wel mooi om te zien tussen sterspeler, wat hij is, ja, en stercoach, wat Guardiola is. Dat is wel een mooi spel. En ze kunnen elkaar aan, het is een goede matchup. Uitstekend. Jarno, dankjewel. Bas, dankjewel. En Soelie, dankjewel. We vullen Erling Haaland in het elftal van het jaar van Voetbal International. En de laatste aflevering volgt natuurlijk ook nog. Dus blijf vooral kijken.